Ukrainist in de Bijlmer. Al in 2001 was er het plan een bruisend hart met ook werkgelegenheid in de KABU te maken. Waar vroeger het winkelcentrum was, is nu een lege vlakte. Er kwamen plannen om dat helemaal vol te bouwen met woningen tot aan het metrostation. Er zou dan ook geen plein meer zijn. Aan de oostkant van metrohalte Kraaiennest ligt nu een kale vlakte. Het stadsdeel is aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor woningen in het gebied. Maar omwonenden zien dit juist als de ideale gemeenschapsplek in hun buurt en willen een plein. We hebben leuke evenementen of planningen die we hier kunnen bijdragen aan dat het plein behouden kan worden. Maar tot nu toe wordt er niet echt geluisterd. Because in the K-Belt here, we don't have any space left again. And we don't want the area to be so choked. Our children, our brothers, our sisters, this is the only place left for us. Er volgden acties, bijeenkomsten, nog meer bijeenkomsten en er werd over geschreven. Er werd ook geëscaleerd naar de gemeenteraad. En zelfs de eerste participatiestaking van Nederland waar bewoners na onderzoek in het gelijk werden gesteld. Wij zijn Mike, Assam en Gabby. En wij zijn hier om samen met de gemeente en samen met alle bewoners een betere buurt te creëren. We hebben wat afgedwongen van de gemeente. En daar kunnen wij nu als burger, ja, let op, als burger kunnen we heel veel dingen gaan bereiken. Om nu je eigen wijk zelf te bouwen hoe je hem wil hebben. En als laatste vinden we heel belangrijk in dit traject. Wij mogen apart een pitch doen bij de gemeenteraad voor ons plan op basis van de waarden die we voor de stad creëren. Omdat wij denken dat een buurt als de K-buurt het waard is om de beste buurt van Nederland te worden. De gemeente heeft de expertise in huis over ja, hoe je nou uiteindelijk zeg maar moet gaan bouwen, hoe je een plan moet maken. Maar de bewoners hebben de expertise en de kwaliteit van de verbinding met de buurt en kunnen heel goed aangeven wat de buurt eigenlijk wil. En wat die moet gebeuren. En dat dat ook iets wordt wat uitgaat van het DNA van de buurt. Van het hart van de buurt. Dat moet het uitgangspunt zijn. En daarna moeten de stenen komen. Wat gaan we doen en wat is er nu anders? Er is een stappenplan gemaakt dat bestaat uit allemaal modules. Dat staat allemaal online gedeeld. Dat is gebaseerd op een verkenningsronde die we eerder gemaakt hebben in de buurt. We beginnen niet van nul, want heel veel weten we al. Dat wat we nog niet weten gaan we samen zoeken. We gaan een visie voor de buurt maken, samen. En dan pas een stedenbouwkundig plan. We gaan voortbouwen op de kracht, karakter en kansen voor de buurt. We gaan voor de bouw alvast experimenten doen. Bijvoorbeeld daghoreca en een jongerencentrum. We gaan van een slaapwijk naar een woon-, werk- en leefwijk. Ook toetsen we de plannen aan de Just City Index. Heeft iedereen een plekje en zijn die plekjes gelijkwaardig? We gaan werken met sleutelfiguren en hun communities. En die gaan we ook kunnen betalen. En we mogen een pitch maken bij de gemeenteraad voor de buurt zoals we die samen willen bouwen. Het is een co-productie van de gemeente met de buurt. We proberen om in de komende 6 maanden met resultaten te komen. Meer informatie via de websites en social media met hashtag KMedeCocreatie. En op heel veel andere manieren en kanalen. Next up is de komende grote bewonersbijeenkomst donderdag 16 juli. Ik ben ook blij dat wij van deze buurt een geweldige multiculturele samenleving kunnen maken. En wat bedoel ik daarmee? Heel veel culturen en mensen bij elkaar. En dat we dat samen kunnen smelten tot één. Want dat is eigenlijk de bedoeling. En dat we gewoon één zijn hier in Kraaiennest. Ik ben ook heel trots dat we nu met de gemeente aan de tafel mogen zitten. En dat we onze, ik noem het maar even, mijn ei kwijt mag. En niet alleen van mezelf, maar gewoon van alle bewoners. Waar onze behoeftes liggen. Maar ook wat speelt er in de K-buurt en wat kunnen we eraan doen samen met elkaar. Dat is heel belangrijk. Samen met elkaar en samen met de gemeente. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat we
zelf mogen experimenteren. En met andere, onder andere de jongerencentrum. Daar ben ik heel trots op. En waarom? Omdat ik daar ook al in 2014 aan de bel heb getrokken. En aan de tafel heb gezeten met de gemeente en met Swasum, et cetera. Met alle organisaties die hier in de buurt bezig zijn. En dat we gewoon hebben aangegeven dat de jongeren een eigen plek moeten hebben. En dat we dat nu ook mogen experimenteren, daar ben ik heel trots op. En dat doen we samen weer met de gemeente en samen met alle bewoners.